Goedemorgen, sorry voor mijn slaapgezicht. Maar ik had gisteravond een superleuk idee. Daar komt het waagje bij, die heb ik net neergezet. Ik dacht gisteravond... Ik dacht gisteravond, ik heb eigenlijk zin om met Bokken wel weer over het strand te rijden. Dus ik laat hem morgenochtend gewoon in en dan rijd ik naar het strand. En toen dacht ik, misschien is het ook wel leuk voor Stefan mee te gaan. En dat vond ze even een heel goed idee. Dus ze zegt, dan ga ik mee met Kashmir. En ik heb het idee dat Kashmir nog nooit op het strand is geweest. Dus dat wordt extra leuk. Steef die woont vrij dichtbij het strand. Dus ik laai hier thuis de paarden in. Die hebben alvast net wat te eten gekregen. Dat ik in de tussentijd het wagentje kan pakken. Goedemorgen Bokkie. Sta je lekker te eten? Mag je meekijken? Mag je meekijken? Ja. Oké. Okay. Het dekentje gaat af. Dan doe ik hem alvast terwijl hij aan het eten is opzadelen. Ik ga hem hier in de stal vast lekker opzadelen. Dan kan hij in de tussentijd gewoon zijn maaltje opeten. Katie gevangen. Die is er klaar voor. Oh, die heeft zijn zadel. Kunnen we even spieken? De zadel onder de bukkastkoeler. En die kan nu alvast het wagentje in. Hé Katie! Kom maar Katie! Alle paarden staan, allebei de paarden. Kashmir en Bokken die staan. Ik ga gauw naar het strand toe rijden. Goedemorgen, het is ondertussen 8:15 en Daan had echt een super goed idee. Die belde mij gisteravond op. Zullen wij morgenochtend naar het strand gaan? Nou, dat is natuurlijk echt altijd heel erg leuk. Gelukkig blijft het droog. Nu is Daan met de paarden onderweg. Want ik woon echt naast het strand. Dus Daan rijdt nu met de paard naar het strand. En dan rijd ik met de auto daar naartoe. Dus dat ga ik nu even doen. We zijn op de parkeerplaats. Kijk, Steven is ook aangekomen. Even kijken hoe het met de jongens gaat. Hey vriendjes, hoe gaat het met jullie? Ik ben goed hè. Waar zijn we nou, Cas? Cas vindt het maar gek. Kijk, er is even lekker bezig. Hey Daan Banaan. Hey Steven de Bevie. Wat een goed idee van jou. Echt hè? Ik had er ook gewoon helemaal zin in. Toen ging het alleen op de weg hier naartoe echt mega hard regenen. Toen dacht ik, nah. Nee, oh, kijk mijn vriend. Hallo. Ik ben een beetje zenuwachtig. Ja? Oké. Okay. Let's roll. Hey Bokkie. Hey Bok, nee, ik trek denk wel mijn jas aan hoor. Want ik denk dat het bij de zee... Want ik denk niet dat we heel wild gaan zitten rijden daar, hoop ik. Keihard. Nou, voorlopig zit je in je broek te poepen. Ze vindt het echt een beetje spannend. Ja, doe jij vanaf de voorkant zo? Ik ben nog nooit met Kasia naar de beach geweest. Nee, maar kijk, we hebben Bokken mee. Oh, kutzooi. Ah, joh, we gaan het gewoon zien. Daddy! Hey, wie survived? Yes, ja, we zijn weer van het strand af. En we gaan nu even naar de wagen stappen. En dan wicht ik jullie zo
verder in. Misschien hebben jullie het al gezien. Nou dan, we hebben het weer overleefd. Dat was een heel lekker rondje even. Nou, en dat was ook wel een beetje spannend, want we hebben het nog niet verteld. Maar misschien dat ze het wel gezien hebben. Wat was er gebeurd? Nou, ik hoofdplanning was natuurlijk vanmorgen lekker zo bezig dat ik mijn beugels aan mijn zadel was vergeten. Ja. Ik heb één zadel die geen eigen beugels heeft, dus dat is ook wat die, hoop ik, deze week nog wel gaat krijgen, dat dit nooit meer gebeurt. Nee, wij gaan als eerste, eigenlijk actiepunt voor vandaag is extra beugels kopen. Extra beugels. Het dus is ik heb op het strand gereden op bokken zonder beugels. Nou, ik vind het wel echt super stoer, want ik dacht, ja, als we nu nog naar huis moeten, dan vind ik het, dan gaan we ook gewoon naar huis. Dan duurt het ook te lang. Ja. Ik heb echt heerlijk gereden, ik vond het heerlijk met Cas. Maar leuk ook, want Cas die was voor het eerst op het strand en die deed echt heel goed. Ja, en hij was ook echt super mak. Ja, Bokken was ook wel heel braaf. Ja. Ja, super leuk dat we het gedaan hebben. Jullie bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!